Wat was nou het belangrijkste punt, Rick, wat jij tijdens het debat wilde maken? Dat het kabinet verzuimd heeft om saamhorigheid tot stand te brengen. Door met een hele slechte wet te komen. Als je naar het proces kijkt van die wet, dan hebben ze een eerste versie van een wet gemaakt. Die had je gewoon, zoals de VVD ook zei, in de Eerste Kamer eigenlijk in de prullenbak moeten gooien. Maar daar zijn ze op door blijven borduren. Ze hebben daar wat aan aangepast? Ja, met name de Tweede Kamer heeft er wat aan aangepast. Ze hebben er heel voorzichtig wat aan aangepast in de tweede versie. Naar aanleiding van een commentaar van de Raad van State. Het advies van de Raad van State. Maar eigenlijk hadden ze op dat moment gewoon moeten zeggen, dit is zo'n slechte wet. Dit is niet de bedoeling geweest, die gooien we in de prullenbak. Het is een beetje heel Holland bakt, hè. Iedere banketbakker weet dat als je deeg niet goed is, gooi het maar weg en maak me nieuw deeg. Want alles wat je daarna nog maakt is op zijn best nog eetbaar. Lekker wordt het nooit. Dat is ook een beetje wat de Raad van State gezegd heeft over dit wetsvoorstel. Ja, het is verdedigbaar. Nou, dat is ongeveer het eetbaar van Jannie en Robert. Als je het hebt over deze wet. Dus hadden ze niet moeten doen, ze hadden gewoon weg moeten gooien en met een goede nieuwe versie moeten komen.